terecht om het zelf te kiezen. Amelie, wat vind jij van het kinderrecht? Ik vind dat goed, want anders moet je zo altijd met een kind staan die je bijvoorbeeld echt niet tof vindt. En ik vind dat goed, want dan kun je echt kiezen met wie je gaat, dus kun je met je vriendinnen. Dan kan ik met mijn vrienden werken. Als ik het niet snap, dan kan ik het aan mijn vrienden vragen en dan kunnen ze me helpen. Oei, Simon, je hebt een fout gemaakt, maar dat is echt niet erg. Je hebt recht om fouten te maken. Berdana, wat vind jij van het recht op fout maken? Ik vind het goed, want als je fout hebt, dan kan je direct naar de juffrouw gaan. Jullie hebben recht op pauze, dus jullie mogen gaan spelen. Yeah! Arthur, wat vind jij van het recht op pauze? Goed, want anders, als je werkt, dan begin je te stressen en zo. En dat dat niet af is voor vandaag en dan heb je huiswerk en zo. En pauze is eigenlijk iets om te ontspannen en zo, en dat vind ik goed. Iedereen heeft recht op pauze, want als je handstijd moet werken, is dat niet goed. Goed, want anders kan je nooit spelen en dat is niet goed. Ik vind het goed, want anders zit je heel binnen en heb je geen frisse lucht. Dus het is een goed kinderrecht? Ja. Denk je dat andere kinderen dat kinderrecht tof gaan vinden? Ja, maar ze gaan het wel een beetje raar vinden, omdat ze nog nooit geen pauze gehad hebben. Romeo, wat vind jij van het kinderrecht groepsleven? Ik vind dat wel leuk, ik vind dat goed, omdat zo kan je ook dingen van elkaar leren en dan heb je ook veel meer plezier. En Andrea? Ja, ik ben het niet eens meer Romeo. Ik vind dat ik dan ook van de andere kinderen veel leren.